De rookontwikkelingen in Wageningen, Nikeri, zijn verontrustend en het NCCR heeft ingegrepen, stelde milieuminister Marciano Dassai vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt dat er verschillende verhalen leven over de oorzaak van de brand die de rookontwikkeling veroorzaakt. Ik heb vanaf die rookontwikkeling is begonnen met de DC contact gehad, de DC van Nikeri. Het is verontrustend. Het is iets dat zich in de afgelopen periode op verschillende gebieden is gaan ontwikkelen, ook in Paramaribo. Afgelopen jaar hebben we dat vaker meegemaakt. Ik heb ook contact gehad met het NCCR, meneer kolonel Slijngaard. Die is naar het gebied geweest, die is nu daar. Ze zijn bezig met man en macht te kijken naar hoe ze dat kunnen minimaliseren. Er is heel veel rook, heel veel brand. Ik heb ook natuurlijk gevraagd, als er is onderzocht, om te kijken als het gaat om brandstichters. Er zijn verschillende verhalen, dus het is nog niet duidelijk. Dassai zegt verder te merken dat vanwege de enorme droogte een sigarettenpeuk al brand kan veroorzaken. Mensen moeten voorzichtig omgaan met vuur. Want als u het even gooit op de berm, dat dat ook in brand kan steken. Dus concreet vanuit onze kant, want NCCR is op het veld al bezig om dat te minimaliseren, het probleem. Vanuit onze kant moet er meer awareness komen. Dus we gaan awarenessprogramma's launchen om de mensen bewust te maken dat ze in deze tijd heel voorzichtig moeten omgaan met vuur. Geen brand moeten stichten. Hoe noem je dat? Voorzichtig zijn met sigarettenpeukjes, niet gewoon zo op straat gooien, etcetera. Dassai meent dat het ministerie van Volksgezondheid moet ingrijpen. Volgens minister Amara Madin wordt gekeken hoe de mensen die veel last hebben van rook kunnen worden opgevangen.